Dit hier is de nieuwe BMW 3-serie. Het is alweer de zesde generatie. Het is een prachtige auto. De grote vraag is natuurlijk of deze 3-serie net zo goed en sportief rijdt als onze voorgangers. Nou, van binnen is het allemaal typisch BMW. Ik heb prima zicht op de meters. Ik kan zelfs dit deel van de stoel kan ik verstellen. Ik heb bediening op mijn stuurwiel. Ik heb hier zelfs de pedals om te schakelen. En nieuw is dat dit scherm nu gefixeerd is. Alle meters zijn goed afleesbaar en het ziet er allemaal erg fraai uit. Zeker met deze leren bekleding. Er zijn diverse pakketten om de auto helemaal op smaak te brengen. Maar het nadeel daarvan is wel dat die de prijs stevig opvoeren. Maar ja, die maken de auto wel af. Wie wel eens achter in de vorige 3-serie heeft gezeten, die zal hier wel van opkijken. Kijk eens, wat een beenruimte. Deze nieuwe 3-serie is 10 centimeter langer dan de oude. En een groot deel daarvan die vind je hier terug. En ook de hoofdruimte is nu eindelijk voldoende. Deze testauto is een 328i. En vroeger wist je dan, nou, dat is een 2,8 liter motor, 6-cilinder. Maar tegenwoordig betekent het dat je een 4-cilinder motor krijgt met biturbo techniek. Daarvan zegt BMW dat hij net zo krachtig is als een 6-cilinder, maar veel schoner. En deze motor levert 245 pk. De vorige 3-serie was een van de best rijdende auto's in zijn klasse en ook deze nieuwe is weer heel erg goed. Hij voelt comfortabeler en wat zachter aan dan de vorige 3 en standaard heeft elke 3-serie nu een handgeschakelde zespak. Deze testauto heeft een 8-trapsautomaat en die schakelt echt schokloos en bloedsnel. Met deze knop kun je uit 4 rijstanden kiezen. In elke stand is de gasrespons, de besturing en de demping anders. BMW is over het algemeen meer van de evolutie dan van de revolutie. En dat zie je bijvoorbeeld terug in deze koplamp. Dat zijn nog steeds gewoon 2 ronde koplampen. Maar kijk, nu loopt het glas door tot aan de grill. En daardoor kijkt hij extra boos. En een beetje zo boos. Ja, en het goede is natuurlijk gebleven. Zoals deze Hofmeisterknik. Die zie je op elke BMW, dus ook op deze. De achterlichten lijken veel meer op die van de 5-serie. Prachtig. De nieuwe BMW 3-serie rijdt een stuk comfortabeler en is ruimer dan zijn voorganger. Hij is echt goed tot in de details. Mijn tip van de week is, ga voor een kleinere motor en voor zoveel mogelijk uitrusting, want alle motoren zijn erg sterk. En als je het je kunt veroorloven, koop dan die 8-trapsautomaat. Die is echt fantastisch. Thank you.